Dit is het Noordereiland in Rotterdam, waar fotograaf Ben Wind zijn fotostudio had. Enkele van zijn mooiste platen werden zelfs gewoon voor de deur geschoten. Ben werkte jarenlang voor Nieuwsblad Transport en Mainport Magazine. In juni van 2010 kwam hij bij een ongeluk met een helikopter op de Maasvlakte om het leven. Omdat Ben zijn werk niet vergeten mag worden, heeft zijn vrouw Ellen de fotostudio veranderd in een galerie met Ben zijn werk. Vandaag vindt de officiële opening plaats door burgemeester Abu Taleb. Daarnaast verschijnt er het fotoboek Een echte Ben Wind. Een eerbetoon, want in de 35 jaar dat Ben met passie voor de fotografie en voor de haven zijn werk deed, heeft hij een schitterende collectie tot stand gebracht. Na het overlijden van Ben heb ik heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden van, kijk, dit is nu een echte Ben Wind. Die zeiden ook vroeger al als er een foto van hem in Nieuwsblad Transport stond of in Mainport, van, goh, je kan zien dat dat een echte Ben is. Hij keek ook naar een schip anders dan dat het gewoon een schip is. Zijn boten waren altijd anders en dat vond ik heel knap. En hij kon heel goed met de mensen opschieten op de schepen zelf, omdat hij zelf uit de vaarwereld komt. Hij was stuurman vroeger. En ja, je kunt zien dat hij daar met een ander oog naar kijkt dan iemand die dat niet geweest is. En dat was typisch ook weer Ben, die soms vroeg de deur uit ging naar een opdracht toe. En dan gewoon pas avonds laat weer thuis kwam, maar gewoon niet naliet om die hele dag op zo'n locatie rond te lopen. En daar eigenlijk alleen maar te observeren. En dan maakte hij wel dat opdrachtplaatje, dat zat er dan altijd in. En dan zaten een aantal frames voor en na. Maar daaromheen wist hij altijd een gevoel te pakken, wat gewoon een typisch Ben-werk is. Ben Wind heeft onvergetelijke foto's van Rotterdam, de haven en Rotterdammers nagelaten. Ellen heeft samen met Ronald geprobeerd de mooiste foto's te selecteren voor het boek. Geen makkelijke opgave. Ronald moest regelmatig een beroep doen op het geheugen van Ellen. Je gaat door een bestand heen wat van de laatste 5-6 jaar digitaal is. Maar wat allemaal gearchiveerd is onder Ben 1, Ben 2, Ben 3, in dat 10 jaar lang, ga er maar aan staan. Daarvoor gelukkig negatief materiaal. Maar haar geheugen was natuurlijk, zij wist ongeveer van thema bruggen of schroeven. Ze wist bij welk dok dat hoorde of bij welk scheepvaartonderneming dat hoorde. En dat was dan weer een hulp eigenlijk in het zoeken. En daaruit ging je weer selecteren. Dus daar haalde ik dan weer de krent uit, waarvan ik dacht van, dat is misschien iets. En soms kwam ik bij Ellen en zei ik, wat vind je hiervan? En dan was het schot in de roos. Dan wist hij precies, dat is dat geweest. En dan was het gewoon goed. Of ze zei van, dat is het net niet, er is meer materiaal. Kijk maar, want dat en dat is ook nog gebeurd. En dan, dan kom je dat weer tegen. Ja, dat is gewoon super. En dat heeft die selectie gemaakt eigenlijk. Het boek, dat wordt echt, moet het eerbetoon zijn aan Ben. En het is een selectie van zijn werk. Ook uit de vroegere periode, gedeeltelijk analoog, gedeeltelijk is van negatief. En ja, we hebben geprobeerd om daar een mooie selectie uit te maken. Maar er was zo ontzettend veel werk dat, er zal best nog heel veel ontbreken. Je kunt natuurlijk op de bank gaan zitten en dan komt er niets meer uit je vingers. En ik dacht, Ben heeft zo ontzettend veel mooi werk achtergelaten. Daar moet iets mee gebeuren. En ik heb mezelf gewoon de taak gegeven om het boek te maken en een overzichtstentoonstelling te maken. Ja, en dat is ook een rouwverwerking. En dat heeft natuurlijk zijn dieptepunten. Maar ook toch ook wel momentjes dat je denkt, kijk, goh, kon die maar even zien hoe het er nu uitziet. Voor meer informatie over de galerie, het werk van Ben en het boek, kijk op www.benwind.com. De galerie is te bezoeken tot eind september.